Welkom allemaal bij Natuurloopcentrum Vandaag. Vandaag komen de mensen van het opvangcentrum van Braschaat langs. Zij komen een jong reetje brengen dat onze twee reeën komt vervoegen. Vervolgens trekt Dries naar Genk. Daar gaat hij een ontsnapte karakara ophalen die we achteraf toch wel met spijt in het hart moeten gaan teruggeven. En trekt Sil naar de burgemeester van Opglabbeek voor heel goed nieuws, want we krijgen eindelijk onze bouwvergunning, zodat we binnenkort aan onze grote bouwwerkzaamheden kunnen gaan beginnen. Goedemorgen, wij zijn hier van het vogelopvangcentrum van Braschaat Kapellen en wij hebben vanmorgen een klein ree naar hier gebracht. Het is een reebokje en het was het enige reetje dat momenteel bij ons in opvang was. We hebben dat proberen aan het eten te krijgen, vermits dat alleen maar contact heeft met mij. Weet dat momenteel nog altijd niet dat dat een ree is, maar denkt dat een mens is. Dus ik heb in die 14 dagen dat het bij ons in de opvang was, geprobeerd het stabiel te krijgen qua gezondheid. Het is gespeend nu, dus dat wil zeggen dat hij groen eet, dat hij water drinkt, dat hij de hele dag knabbelt. Het enige wat hij nu nog moet leren is socialiseren met andere reeën. En dat kan ik hem niet bijbrengen. Ik zou hem net het tegenovergestelde bijbrengen. Dat zijn mensenmanieren en dat is niet goed. Nu zijn we vandaag hier terecht. Hier zitten twee reekalfjes. Hij heeft het vanmorgen nog een beetje moeilijk. Maar ik denk dat dat morgen al veel beter is. Dan gaat hij snappen dat hij nu bij soortgenootjes zit. Dat hij daarmee gaat opgroeien. En dan gaat hij een prachtige toekomst tegemoet. Ik vind het ook fantastisch dat wij als opvangcentra op die manier kunnen samenwerken. Dat het ene dier naar het andere kan. Want we doen dat niet voor onszelf, maar we doen dat voor die dieren. En dat is tenslotte het enige wat telt. Ja, we zijn nu op weg naar Genk. Dat zijn mensen die gebeld hebben. Daar vloog sinds vanmorgen een redelijk tamme roofvogel rond. En ze hebben die proberen te vangen en dat is nu dus ook gelukt. En we gaan die vogel ophalen, we gaan eens kijken welke soort dat het is. Waarschijnlijk ergens een ontsnapte valkeniersvogel of van de roofvogelliefhebber. We zien tegenwoordig dat meer en meer mensen roofvogel houden als huisdier. We vinden dat helemaal geen goed idee. Voor ons horen roofvogels thuis in de natuur, in de lucht. Die moeten vrij kunnen vliegen en niet met touwen en riempjes aan de poten in een kooi of op een handschoen zitten. Dus maar, ja, we gaan zien wat het is. Ja, dat is een karakara. Ja, van waar komt die? Dat zijn mensen die roofvogels houden als huisdier. Hè? En ja, je ziet het aan de riempjes ook. Hè? Dus dat is een tam exemplaar eigenlijk. En wat gebeurt er dan mee? Ja, wij houden die sowieso even bij ons. We gaan proberen de eigenaar te achterhalen. En ja, als dat niet lukt, dan gaan we er een nieuwe plek voor zoeken. Onze karakara blijkt een kuifkarakara te zijn. We gaan nu eerst kijken naar de ringnummer, dat we die noteren. En zo hopen we dan de eigenaar te achterhalen. Er is afgelopen week een mailtje binnengekomen, zo blijkt, van iemand die een karakara kwijt is. Blijkt een professioneel valkenier te zijn. Zelfs bij die mensen gaat blijkbaar af en toe wel eens iets vliegen. Ik sta hier voor het gemeentehuis van Opglabbeek. Het is een erg belangrijke dag voor ons vandaag, want we hebben een aangetekende brief gekregen van de gemeente en we mogen onze bouwvergunning komen afhalen. Dat gaan we nu doen. Kom maar mee. Ja, nee, in ieder geval, ik weet niet of de mensen dat weten, maar Sil en ik, wij zijn zo wat generatiegenoten. Wij zijn uit de goede oude tijd toch. En we hebben al heel wat watertjes samen doorzwommen. We hebben al vanuit het gemeentebestuur getracht om toch al wat inspanningen te doen naar het natuurloopcentrum toe. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik vandaag de bouwvergunning voor weer een nieuwe stap kan overhandigen aan Sil.
Omdat, het is wel een nieuwe stap in het verdere proces van de ontwikkeling van het natuurhulpcentrum. Volgende stap hoop ik dat gaat zijn dat wij onze nieuwe technische dienst kunnen gaan openen ergens op het industrieterrein. En dat de huidige technische dienst, de gebouwen en de terreinen daar, dat we die dan kunnen overdragen aan het natuurhulpcentrum, zodat zij daar hun definitieve stek kunnen hebben. Op naar de volgende. Ja. Merci. We gaan eindelijk kunnen beginnen bouwen. Eerst is er een RUP geweest en dan de bouwaanvraag, maar dankzij de goede samenwerking met gemeentebestuur is alles toch nog vlot verlopen. We gaan eraan beginnen.